Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het woord van het leven. Dit keer een wat vriendelijkere, makkelijker te begrijpen psalm. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, te stromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God. Dit komt uit Psalmen 42, vers 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God. In een andere vertaling staat: Zoals een hert smacht naar de waterstromen, zoals een hert verlangt naar de waterstromen, verlang ik naar u, O God. Wat willen wij van God? Wat zoeken wij bij God? Want in een andere vers in de Bijbel staat: Vraagt en u zal gegeven worden. En hier komt soms een verwarring naar voren. Wat is ons doel met God? Is het zo dat God er is om al onze wensen te voldoen? Alles wat wij in de wereld vragen, dat wij dat ook voor elkaar krijgen? Het is niet zo. Het is niet zo'n roze geur en maatschijn. Was dat maar waar? En wat heb je dan van een relatie? De relatie die wij met God moeten hebben, is een relatie van liefde. Een relatie tussen twee personen die om elkaar geven, niet om hetgeen wat ze bij elkaar kunnen vragen. En dat is wat God ons wil leren. Hier zien wij in de psalm, psalm 42, dat de persoon die de psalm schrijft, David, zegt: Ik verlang naar God zelf. Ik verlang naar Hem zelf als persoon in mijn leven. Zoals een hert niet zonder water kan en op en neer staat te trappelen als het water vindt, zo verlang ik naar God. En als ik die instelling heb, ga ik opeens hele andere dingen vragen. De Bijbel is niet één vers. Apart. De Bijbel is een geheel en geen enkele vers spreekt de andere vers tegen. Als in de Bijbel staat, je kan of manna hebben of God lief hebben. En niet allebei. Je zult de een haten en de ander lief hebben. Dus ik kan niet van de wereld houden en helemaal van God houden. Ik kan niet allebei doen. Dus dan moeten mijn vragen ook anders worden. Ik kan dus niet naar God toe gaan en van hem houden en hem om de wereld vragen. Zo werkt het niet. Dus de basis voordat ik ga vragen moet ik leren bidden, moet ik leren wat ik vraag, moet ik weten wat mijn doel is. En dat is het mooie in deze psalm. Psalm 42 bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het volk voordat het in het beloofde land komt. En in het tweede deel vanaf vers 6 beschrijft het het volk wat in de toekomst het beloofde land uitgestuurd zou worden en dan weer naar het beloofde land verlangt. Dus allebei de personen, ja, in het eerste deel dan zie je het smacht naar het water. En in het tweede deel, wanneer kom ik weer terug bij dat water? Wanneer kom ik weer terug bij het heiligdom? En in allebei de delen is het doel hetzelfde. Ik wil met God zijn. Ik wil een band met God. Deze wereld, op een gegeven moment, kan me gestolen worden als ik maar met God ben. Zoals ook in het Nieuwe Testament wordt genoemd, het is mij allemaal tot afval als ik kijk in vergelijking met God in mijn leven. Dus als ik leer te houden van God, leer te geven om God. En net als de profeten, de psalmen, David, leer om eerst berouw te hebben, te tonen aan God van hoe groot bent u, hoe klein ben ik. Hoeveel verkeerd heb ik gedaan om zo ver van u af te komen? En als ik dat eerst leer, leer dankbaar te zijn. Dank u, Here Terwijl ik heel depressief ben of het heel zwaar ben, dank u Heer dat het licht schijnt. Dank u heren dat u weer een nieuwe dag geeft. Dank u Heer dat ik besta. Heel vaak zien we ook, in, als wij met mensen gaan praten, hè, dat mensen die het moeilijk hebben, en als jij er net buiten staat en kijkt naar een persoon die het moeilijk heeft, dat die eigenlijk best wel veel heeft om voor te danken. Maar die persoon in het probleem niet. Maar als ik leer te danken in goede tijd, kan ik dat danken ook blijven doen in mijn moeilijkere tijd. Als ik leer dat ik hou van God om wie hij is. en hem om niks vraag. dan leer ik dat ook in de moeilijke tijd. van hem te blijven houden. Ondanks dat de hele wereld om me heen. over me heen aan het vallen is. En al zouden de bergen over me heen vallen. net als wat David zegt. blijf ik van u houden. Dus ik hoop dat wij vandaag dat kunnen leren zeggen. Psalm 42, vers 2. Zoals een hert schreeuwt. zoals een hert verlangt naar de waterstromen. zo schreeuwt. Verlangt mijn ziel dus tot U, o God? Psalm 42, vers 2. We horen vaak genoeg dat er verkeerde dingen aanleren of gaan de weg uit de cultuur. Van uh, als jij het goed doet, dan krijg je dit en dat van God. Zo werkt God niet. God heeft zelf gezegd: Ik heb geen steen om mijn hoofd op neer te leggen. Wie wil beter zijn dan zijn meester? Dus wie Jezus volgt, wil een christen zijn, wil met Christus zijn. Christus heeft zijn leven lang gegeven aan anderen. Wat wil ik? Ik wil geven aan anderen. Ik wil met Hem zijn. Er komt hierna de hemel. Er komt hierna een paradijs, een wereld waarin wij gaan leven, die dit allemaal teniet doet. Dat dit allemaal als een seconde voelt die over is gegaan. En dan maakt het opeens niet meer uit hoe je die hebt geleefd, rijk of arm of dat je dat hebt gedaan in de dikste auto of zonder auto, dat maakt dan allemaal niet meer uit. Wat wel uitmaakt is heb ik met Christus geleefd? Heb ik de hemel op aarde geleefd of niet? Heeft mijn hart verlangd naar het juiste of niet? Dus laten wij allemaal ons hart richten op de Here, zodat wij met David kunnen zeggen dat wij werkelijk verlangen naar de Here zelf. En dat is wat wij moeten verlangen. De Here zelf in ons leven. En dat is de vers die we vandaag hebben gezien, Psalm 42, vers 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God. Tot de volgende keer.